Wanneer ik in de studio zit, dan werk ik vaak met één lamp en daardoor krijg ik een hard contrast in mijn foto. Een groot spel tussen licht en donker. Persoonlijk vind ik dat mooi. Dat lijkt een beetje op de 17e-eeuwse meesters zoals Rembrandt of Caravaggio. Voor de huid is het echter niet al te bevorderlijk. Het harde licht laat alle oneffenheden op de huid al snel zien en ik moet dus ook nog een stukje retoucheren in Photoshop. En dat is helemaal niet veel werk. Daar gaat het vandaag over en ik laat je zien hoe ik dat doe. Ik dupliceer om te beginnen de laag twee keer. Eentje noem ik zachter en de andere noem ik detail. En vervolgens zet ik detail uit en selecteer ik de laag zachter. Nou, wat is de bedoeling? Dit wordt de laag waar dadelijk de verzachting van de huid op komt en de andere halen we dadelijk het detail mee terug. Maar eerst het stukje zachter maken. Dat doen we bij vervagen en dan oppervlak vervagen. Welke. Waardes je hier moet kiezen, dat is even afhankelijk van jouw foto. Maar ik merk dat een straal rond de 40 en een drempel rond de 50 dat dat op zich netjes werkt. Dus ik ga die twee waardes even keurig intypen en ik druk op OK. Afhankelijk van hoe groot je foto is, kan dit eventjes duren. Maar het valt op zich wel mee. Natuurlijk telt ook de snelheid van je computer mee. Dan gaan we naar de laag detail. Die zetten we aan en we selecteren hem. En we gaan bij filter naar overige hoog doorlaat. En wat de bedoeling is, is dat je nu dus eigenlijk gewoon dadelijk de structuur terugbrengt van de huid. En we doen dat door een waarde te kiezen waarbij we net die structuur zien. En ik vind hem op 1,6 bijvoorbeeld al te veel, maar als je bijvoorbeeld naar, ik noem maar wat, 27 gaat, dan zie je wel heel veel. En dat wordt er dadelijk niet mooier op. 1,2 is wel aardig. En ik klik wederom op OK. Goed, nu is het een uh, grijs model. Hier hebben we niet zoveel aan en daarom zetten we deze laag op lineair licht. Je selecteert beide lagen door de Ctrl ingedrukt te houden en door middel van Ctrl G maak je er een nieuwe groep van. En deze groep noem ik huid. Als je nu naar de foto kijkt, zie je dat het effect op de hele foto is toegepast. En dat is ook weer niet echt de bedoeling. Maar dat kunnen we oplossen door middel van een laagmasker. En we houden de Alt ingedrukt en klikken het laagmasker aan. En we zien dat er een zwart masker naast komt. Nou, wat nou de bedoeling is, is dat we gewoon netjes gaan schilderen op de stukken waar we het filter wel toegepast willen zien. En dat doen we met een vrij zachte kwast. Je ziet misschien niet in eerste instantie wat er allemaal gebeurt. Maar als we het dadelijk in totaal zien, dan zul je merken dat het verschil toch vrij groot is. Het maakt niet zo uit of je nou keurig netjes verft of niet. Omdat het een laag masker is, zouden we altijd met de zwarte kleur het weer ongedaan kunnen maken. Ik ga er vrij grof overheen en als ik bijvoorbeeld inzoom, dan zie ik dat ik hier tussen de vingers toch ook wel een stukje naast geschilderd heb. En pak ik gewoon een kleinere kwast en van de zwarte kleur. En dan veeg ik daar netjes even tussen de vingers. En met een grotere witte kwast schilder ik weer verder. Als ik nou de Alt ingedrukt hou en ik druk op het masker, dan zie ik hoe ver ik ben. En dan zie je bijvoorbeeld ook hieronder dat ik er een klein beetje naast zit. Voor de grotere vlakken gebruik ik een wat hardere kwast, waarbij ik de zachte rand aan de binnenkant weghaal. En dan kan ik dat dadelijk gewoon mooi in één keer opvullen. Dat was niet de bedoeling. En dan vul ik dat met de kwast gewoon op. Goed. Het begint al ergens op te lijken. Ik hou hem even zo. Je ziet nu wat het effect is geweest, maar het is eigenlijk nog gewoon te veel. Nou, dat is dan het mooie. Je kunt in één keer de dekking van de complete groep naar beneden halen. Tot een punt waarvan jij zegt: dit is mooi. En als je dan inzoomt naar 100%, dan zie je dat de huid nog structuur heeft, maar dat die qua licht al een heel stuk zachter is. Als ik hem bijvoorbeeld uitzet, dan zie je goed wat het verschil is.